Zwaarte energie en kinetische energie met onder andere Walter Lewin. Je ziet hier tien voorbeelden waarbij zwaarte energie overgaat in kinetische energie. Of waarbij kinetische energie overgaat in zwaarte energie en daarna weer teruggaat in kinetische energie. We gaan de voorbeelden even uit elkaar halen. Dus de losse onderdelen komen zo dadelijk langs. Hier twee voorbeelden waarbij zwaarteenergie wordt omgezet in kinetische energie. Aan de linkerkant zien we dat de Hamer en de veer worden losgelaten. Ze hebben zwaartenergie en ze krijgen snelheid, oftewel kinetische energie. Aan de rechterkant zie je dus de bank, hij valt uit het raam. Hij heeft zwaartenergie en dat wordt volledig omgezet in kinetische energie. Snelheid. In deze drie voorbeelden zie je dat kinetische energie wordt omgezet in zwaartenergie en weer terug omgezet wordt in kinetische energie. Op het hoogste punt heb je namelijk de maximale uh, zwaarte-energie bereikt en aan de andere aan de uiteinden zie je dus dat je daar dus de maximale kinetische energie hebt, dus kinetische energie naar uh, maximale hoeveelheid aan zwaarte-energie, het hoogste punt en daarna weer naar kinetische energie wordt die omgezet. Bij deze drie voorbeelden zien we juist dat de zwaarte energie omgezet wordt in kinetische energie en daarna weer terug gaat naar zwaarte energie. Hij heeft namelijk een um, hoogste punt, daarna gaat hij naar beneden en in het laagste punt heeft hij dus de maximale kinetische energie. En die maximale kinetische energie wordt weer omgezet in uh, zwaarte energie, want dat is namelijk de andere kant van de boog. Bij alle drie de voorbeelden is dat zo. Je hebt nu een aantal verschillende voorbeelden gezien en we gaan aan de hand van de proef van Walter Lewin nog even de boel samenvatten. Walter Lewin geeft de bal een maximale zwaartenergie en de bal gaat naar beneden toe, komt onderaan, daar krijgt hij de maximale kinetische energie en hij gaat weer terug naar de andere kant en dan krijgt hij weer zijn maximale zwaartenergie. Als de bal weer teruggaat, krijgt hij weer maximale kinetische energie. En hij komt hier weer bij de top aan. Hij heeft weer maximale zwaarteenergie. Dus zwaarteenergie wordt omgezet in kinetische energie. En de kinetische energie wordt weer omgezet in zwaarteenergie. Succes ermee!